Ja, aardbeien. Lekkere mooie rode aardbeien voor de boterham. Dat gaan we zo meteen doen. Hé poes. Eerst naar het atelier. Want in het atelier hebben we nog een schilderijtje dat afgewerkt moet worden, want ik vind de achtergrond niet mooi. Er zit te veel rood in, dat moet anders. Dat ga ik vandaag doen, ga ik het helemaal afwerken en inlijsten. Duurt even voor je het door hebt, hè? Nou, kom je nog of niet? Miel, kom eens. Ja, dan niet. Kijk, dit vind ik wel een mooi profieltje voor dit schilderij. Dat ga ik zo meteen stansen en dan mooi zwart maken. Dan heb ik de lijst ook gelijk. En intussen ben ik nog bezig met de zwevende kiezer. Het wordt een heel leuk schilderij. Er komen nog wat mensen bij, niet te veel. Maar ja. Nou, mooi afgetekend. Zo moet het komen. Oh, vier stuks. Zo. Het profieltje is al heel mooi vlak gelegd wordt. Oh, precies klopt. En dan kan de klem erop. Nou klemt hij. Even zorgen dat alles goed aansluit, dat het allemaal een beetje klopt. Nou, mooi toch? Kijk of het allemaal mooi past. Ja, perfect. Kijk, en zo komt dat er straks uit te zien. Mooi zwart gemaakt. Nou, de poes die kan tevreden zijn. Hij heeft een hartstikke mooie schilderijtje straks. Maar ze wil niet binnenkomen. Dan gaat ze buiten zitten wachten. Op het hakblok. Hé poes. Ja. Dan zullen we dan toch maar naar binnen gaan. Met het vieze geitje. Of weet je het nog niet. Ik ga lekker naar binnen toe. In ieder geval. Hoor. Ja, daar is ze. Die blijft niet alleen binnen zitten natuurlijk, hè. De eerste zomerse boterham. En die wil jij ook, hè. Alleen jij lust geen aardbeien, hoop ik. Want stel dat dat wel zo is, dan blijft natuurlijk geen aardbei meer voor mij over, hè. Als ik zo het fotootje erbij hou, dan moet je nooit te veel van uitgaan. Want fotografische pigmenten zijn natuurlijk weer anders dan in de werkelijkheid. Maar dan zie ik toch een paar hele mooie... koel en haar overlopend naar warmere tinten in de achtergrond zitten. Dat is meer dit, hè. En dat vind ik toch mooier. Dus dat ga ik hier... dat gaat verder afgewerkt worden. En dan komt er overeenstemming met de vloer, die komt ook tot stand, zie je. Dus
dat gaan we eens even mooi uitvogelen. Kijk, zo komen die, die geziene koele en warme tinten in elkaar over. Dus een wat lichtere achtergrond, wat rustigere achtergrond en meer een verlooptint van koele tinten naar warme tinten. Dat vind ik wel mooi, dat is wat ik ook op die foto terug zag. En zo ziet het er ook ongeveer wel in de werkelijkheid uit. Dus ja, zo ben ik wel tevreden. Dit is hem wel. Zo gaan we het houden.